Hey, kom snel naar binnen hoor, dan hoor je de wind niet zo kraken. Kom maar binnen. Bed and breakfast, bed and cat. Yes. Hey Angela, goedemorgen. Hoi, goedemiddag. Angela de Wijs. Heet je nog steeds de Wijs? Ja, nog steeds. Maar ben je getrouwd of niet? Ik heb geregistreerd partnerschap. Oké, dus maar je hebt gewoon je. Ja, nou, wij kennen elkaar van heel lang geleden. De Gouden Jamers in Douwendalen. Ja, heel lang geleden. Jij zat twee klassen hoger volgens mij, hè? Ja. Ik zat bij jouw broertje in de klas, Stefan. Klopt, ja. Ja, en nu woon jij hier in Godstraat 71. Mm-hmm. En je hebt net een bed en breakfast geopend. Een cat en breakfast eigenlijk. Een cat en breakfast, ja. Nou, neem ons mee. En nou, we gaan eerst eventjes naar onze privéruimte. De woonkamer, de living. De woonkamer. Hier ga ik wel de gasten ontvangen. En die is ook prachtig. Nou, daar zit de eerste... Kat zit al naar me te gapen. Goedemorgen, middag. Kat zo. Ja, Kat zo. Kat zo, die doet zijn ding. Daar ligt er nog een. Wie is daar? Die ligt... Dat is Guus. Die ligt aan Bosuiltje te knappen. Dag Guus. Hey Guus. Nou, Guus kijkt wel naar jou. Ja, maar voor de rest geen interesse. En uit wat voor jaar is dit pand, weet je dat toevallig? 1620. Zo dan. Ja. En hoe heet het nou? Ik zag het net nog staan. Het Wapen van Brugge. Het Wapen van Brugge, ja. Heb je wel eens verdiept in de geschiedenis van dit pand? Of, Ja, een beetje, maar er is niet zo heel veel over te vinden. Oké, dat is altijd de uitdaging, daar word ik altijd warm van. Hè? Ik zat daarnet al heel snel even thuis te kijken of die ook op Middelburg en Dronk staat, want de helft van de stad is ooit een herberg geweest, maar ik zag hem zo snel niet voorbij komen. Nee. Maar misschien dat ze bij het archief nog wat dingen hebben, dat weet ik ook nooit. Hè? Kijk, daar ligt nog een kat. Die ligt ook. Ze hebben Klaas. Hey Klaas. Klaasje. Yo, heel even die ogen open. Nee. Dat is wel mooi. Nou, mooie keuken. En dit vind ik dan ook alweer gelijk grappig. Ja. Dit is, hoe noem je zoiets? Een vierde? Nee, een... Ja, het is eigenlijk een uitbouwtje. Het was eerst... was dit de tuin? Dit was de tuin. Hebben jullie dit aangebouwd? Nee, dat hebben wij niet gedaan. Dat hebben we de vorige aangebouwd. Het is wel mooi. Het is een mooie klassieke keuken, maar volgens mij is het toch hartstikke nieuw. Ja, klopt. Ja, dat ziet er echt zo'n... Met de handgemaakte keukentjes. Ja, dat is mooi. Hij was eerst licht van kleur, maar ik hou een beetje van dat oude en dat donkere. Dus, een mooie smechtkoelkast. Ja, dan zitten we echt in je privéleven natuurlijk. Ja, dat geeft niks. Moet je kijken naar de balk. Oh ja. Er staat een tekst op. Oh ja. We kunnen niet helemaal ontcijferen wat er staat, maar het is iets met geld in. Oh, dat is interessant, joh. Ja, grappig, hè? Het heeft echt wel van die mooie oude details. Heb je er wel eens iemand naar laten kijken? Ook niet. Nou, daar zijn echt wel specialisten van. Die dat kunnen vertellen natuurlijk. Ja, en daar ben ik ook meteen benieuwd. Daar komen we nog op terug. Daar komen we zeker op terug. En deze deuren die zaten eerst in de gang. Die schuifdeuren? Ja, die hebben ze verplaatst naar de woonkamer. Oké, dat vind ik mooi met een glas. Ook niet door ons gedaan. Dus jullie hebben niet heel veel hoeven verbouwen hier? Nee. Want hoe lang woon je hier zelf? Bijna 5 jaar. Oké. We hebben alleen maar een beetje hoeven schilderen. Heel veel schilderen. Dat dan weer wel, ja. Nou, dan gaan we natuurlijk eventjes verder. Nou, dat is niet heel interessant, want het is de wc. Het kattenluik, ja, maar het is wel een leuke wc. Zit daar toch op een bijzonder plekje? Nee, de wc zit hier. Oh, hier! Die zit hier in de gang. Kijk, het is een lange gang en dat loopt verder dood alleen maar naar de wc. Je hebt geen grote kelder eronder of zo nog? Nee, dat is wel waar. Ja. Nee, dan gaan we naar boven. En dan kom je inderdaad het kattenluik tegen. Ja, ik dacht dus even dat je bedoelde... Ja. Ja, wel een wc, want het is een kattenwc. Ah, dat is wel handig, ja. Dit is zomaar een gek gaantje van mij. Dit is eigenlijk, want wij hebben dus geen tuin en geen schuur en geen zolder. Dus dit is eigenlijk onze schuur. Ja, zit er een B&B-kamer? Dat is een B&B-kamer. Dat is zien. Pas op voor uw hoofd. Nou, dat doen we dan ook. Oeh. Kamers hebben kattennamen gekregen. En als je dan zegt een cat and breakfast, kan dat dan ook betekenen dat... De katten ook op de slaapkamers komen of is het dat? Nee, dat niet. Dat hou je wel gescheiden. Ja. Is wel een mooi kamertje zo. Niet iedereen die houdt daar natuurlijk van om een kat op de slaapkamer te hebben. Dit is de achterkant van de Gravenstraat. Ja, klopt. Ja. Nou, hier hebben we het dakterrasje. Volgebouwd. Ja, dit is onze eerste terrasje. We hebben er twee. Kunnen de gasten daar ook op zitten? Of dat is... Als ze willen wel, maar dan moeten ze inderdaad langs een zooi. En dus dat heb ik eigenlijk liever niet. Dat is een mooie kamer hoor dit. Ja, daar een welbekende foto van het Damplein. Ja, klopt. Uit een of andere rommelwinkel. Heuker, met zijn bierflesjes. Ja, dat is een hele mooie foto. Ja.
Nou, de gasten die zijn dus van alles voorzien. Ze hebben een koffiezetapparaatje, een waterkoker, koffie en thee natuurlijk. Ja, handdoekjes, badjas. En je verwijst naar lokale vrienden, Luxbrood, Tokosan, de Zussenstreken, Pluk de Dag. Ja, dat is heel leuk. Van alles. Ja, en ja. Het is af en toe dat ik geen ontbijt kan verzorgen. Dus heb ik een deeltje gesloten met Pluk de Dag. Oh, die helpen daar dan mee. En met Luc. Oh, dat is leuk. Dat is ja, leuk, ja, dus als de gasten niet bij mij kunnen ontbijten, kunnen ze daar naartoe. Ja, nou super. Ja, want jij werkte, ik kwam je al eens tegen het ziekenhuis in Goes, hè? Daar werk je. Op de acute opname. Ja. Midden in de nacht kwam ik daar volgens mij een keer tegen. Oh, wat deed je daar midden in de nacht? Ja, daar was iemand opgenomen. Dit is nu onze slaapkamer, maar dat wordt in de toekomst, als het me bevalt, want het is voor mij ook experiment een beetje. Experiment, wordt dit de volgende kamer. Oké. Okay. En dan mag je ook wel kijken. Overdag geen bed ga je. Overdag niet. Oh, die is een stuk groter. Ja. Ja, hé, hey, daar ligt er weer een. Hoi. Hoi, Sien. Ze zijn allemaal wel chill katten, hè? Ze liggen allemaal een beetje te luieren. Daarom kan het ook. Ze zijn heel chill en ze zijn heel lief en ze doen niemand wat. Ze krauwen niet, ze bijten niet. Dus, Je hebt het allemaal stijlvol ingericht, hoor. Nou, dank je wel. Het is echt een beetje mijn ding. Ik hou daarvan een beetje... Ja, ben je daar veel mee bezig? Veel. Ja. Normaal, gezond. Ja. Maar je bent niet extreem veel of zo. Maar ik vind het wel leuk en ik hou van een verandering af en toe. Mooie kist ook hier zo. Mooi ook. Ja, ik hou vooral van oude spullen. Ja. En het gaat liefst allemaal kringlopen af. Kijk, hier valt dan ook meteen mijn oog op. Is dit nou wel steen? Ja, die zat er ook al in. Dat ziet er ook vrij authentiek uit. Ja, dat is het ook. Maar of die er nou... Ik denk dat hij er toch tussen is geplaatst. Ik denk niet dat hij er al heeft gezeten. Het liefst zou je dat van alles willen weten. Ja. Van, hoe oud is dat dan? Maar, wie deed het? Gemeentearchief geweest, maar daar kunnen we toch heel weinig over vinden. Meer allemaal de mensen die er gewoond hebben. Maar... Heb je nu al boekingen? Want je bent natuurlijk nog maar niet open. Ja, is dat meteen? Ik ben open en ik heb al 9 boekingen. En dat gaat snel, hè? Ja, maar daar gaat het natuurlijk best wel vaak over, hè? Om de mensen maar voor te zijn van, er komen er niet erg veel B&B's en hotels in Middelburg. Maar ik hoor van echt allemaal dat ze gewoon goede bezettingen hebben. Ja. Zelfs in, want het is februari. Wanneer komt de eerste? Van het weekend. Ja, dat is van buitengewoon. Ja. Vind je het spannend? Ja, best wel een beetje. Ja, dat snap ik ook wel. Maar sta je dan ook op booking.com en zo? Ja, gelijk, je bent wel met alleen op booking om te beginnen. En misschien daarna nog op Airbnb. Nou, dan gaan we naar boven. Ja. Want de gasten die moeten dus wel boven naar de toilet en naar de douche. Dus ik heb ook op de site gezet van als u slechter been bent, is het geen aanrader. Nou, fair enough. Nee, dat kunnen mensen maar weten, toch? Ja, precies. Nou, dit zijn de slaapkamers van de jongens en we hebben 3 jongens die om de week thuis zijn. Ik ben ook maar om de week open, want als de jongens thuis zijn, dan wil ik niet dat er gasten zijn. Ja, en hier dan nog een badkamer. Ja, dit is de badkamer. Oh, die ziet er ook mooi uit. Ja, overal kistjes en hartjes en... wel fijn dat je zo'n lichtkoepel erin hebt zitten. Ja, dat is heerlijk. Ja. Ja, en waar mij nog ook meteen aan trekken, want dat ziet er ook heel bijzonder uit met dat luik hier zo. Dat is onze troep, hè? Dat is het uitzicht over de stad. Ik denk dat ik bijna weet welk terras dit is. Oh, dan moet ik even uitkijken dat ik niet onder je rok. Ik ga... Oh ja, dit. Ja, hier word ik altijd blij van, hè? Okay. Zo. Dat is echt op 2 worp afstand. Ja, en dit is echt... De bibliotheek. Ja. Goh, dat is een goeie, zeg dit. Gaaf, hè? Met al die rode daken zo. En dit is echt uniek, want niemand heeft dit. Ja, maar jullie hebben ook een platdak, besef ik nu. Op zich mag je op een monumentenpand helemaal geen dakterras neerzetten. Maar ons dak is ooit afgebrand geweest. En toen is er een... Dus het dak is niet meer monumentaal, de rest van het pand wel. Hier, kijk, die hebben een soort schuurtje op het dak. Ja. Oké, nou dan sluit ik hier even af. En dan doe ik de rest even met foto's, goed? Super, dankjewel.